Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 25 december. Het is bewolkt in Nederland en er valt heel lokaal soms wat motregen, maar op veel plaatsen blijft het ook droog vandaag. Het is ook zacht met de temperaturen vanochtend tussen de 8 en de 11 graden. Verder waait het stevig. Er staat een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Aan zee kan de wind zelfs af en toe hard zijn. Temperaturen lopen vanmiddag nog wat verder op en komen uit zo rond de 11 of 12 graden. Maar het blijft dus wel overwegend bewolkt. Ook vanavond en vannacht is dat het geval. Het blijft zacht, hoge temperaturen, ook vannacht met minima ergens tussen de 9 en de 11 graden. Aan het eind van de nacht gaat het van het westen uit enige tijd regenen. In de loop van de ochtend wordt het dan vanuit het westen weer droog en breekt de zon ook door. Smiddags is het dan zo'n 9 tot 10 graden. Wel waait het stevig nog steeds uit het westen. De wind die is matig tot hard. De dagen erna zien er droog uit, met op dinsdag flink wat zon en temperaturen rond de 10 graden. Woensdag en donderdag wordt het wat frisser, maximaal dan tussen de 4 en de 7 graden. En langzaam maar zeker neemt ook de kans op vorst weer toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne eerste kerstdag.